Dus een agrarische herontwikkeling vereist echt wel een inspanning. Je moet je als landbouwer gaan informeren en in gesprek gaan met een eigenaar van de site waar je interesse in toont. Maar een mogelijk nog belangrijkere reden waarom landbouwers niet consequent kiezen voor een agrarische herontwikkeling is de meerkost. Uit ons onderzoek blijkt dat het herontwikkelen van een site voor een ander agrarisch programma al snel 700.000 euro meer kost dan een greenfield ontwikkeling. 700.000 euro meer. Een meerkost die zit in de opportuniteitswaarde van gebouwen voor zonevreemde activiteiten. In de bouwrechten binnen het agrarisch gebied ook, maar ook in de kosten die vaak moeten gemaakt worden voor de sloop van verouderde infrastructuur. Aangezien agrarische herontwikkeling ontwikkelruimte voor landbouw realiseert en een voorbeeld is van zuinig ruimtegebruik, is het toch waardevol om voor deze piste te kiezen. Een stimulerend beleid en instrumenten zijn dan ook nodig. Het instrumententrio biedt inzicht in welke acties er precies nodig zijn. Dus om agrarische herontwikkelingen te stimuleren, is actie nodig op verschillende beleidsdomeinen, niet alleen dat van landbouw. Die noodzakelijke, geïntegreerde aanpak wordt weergegeven in het instrumententrio. Zonevreemde mogelijkheden moeten beperkt worden in het agrarisch gebied. Dat is eigenlijk een eerste blok. Gebouwen die krijgen bij voorkeur dus altijd wel opnieuw een landbouwfunctie. Maar als dat niet lukt, dan moet er wel kritisch bekeken worden of een zonevreemde functie al dan niet wenselijk is op die locatie. Door niet zomaar alle zonevreemde functies te vergunnen, daalt de opportuniteitswaarde van gebouwen in de landbouwruimte, worden die zonevreemde functies minder interessant en is er meer ruimte voor landbouw. Een tweede blok spitst zich toe op de ontwikkelruimte voor landbouw. Uiteraard moet er ontwikkelruimte voor landbouw zijn, maar enkel op locaties waar er nog potentieel is voor landbouw. Greenfield-ontwikkelingen kunnen enkel toegelaten worden als een herontwikkeling geen optie blijkt te zijn. Die greenfield-ontwikkeling moet dan ook aan duidelijke voorwaarden onderworpen zijn. En dan hebben we een derde blok, omdat ook een beleid dat inzet op sloop van overtollige en verouderde gebouwen en woningen heel belangrijk is. Het zijn dan vaak verouderde gebouwen en woningen die niet langer geschikt zijn voor landbouw en die sloop wordt nogal eens vaak vergeten. Sites die nog voor een zonnevreemde functie, nog voor landbouw geschikt zijn, worden dus best integraal gesloopt. Nu, het instrumententrio dat jullie voor jullie zien, dat toont eigenlijk aan dat een succesvol beleid opgebouwd wordt uit verschillende acties en dat ook nog eens op verschillende beleidsdomeinen. Acties en ook instrumenten die zonevreemde mogelijkheden beperken, zijn noodzakelijk om die agrarische herontwikkeling betaalbaar te maken voor landbouw. Ze zorgen er ook voor dat bedrijfszetels ter beschikking komen of ter beschikking blijven van landbouwbedrijven en dat het financiële opbod stopt. Zonevreemde mogelijkheden lijken een recht. Als een functie vermeld staat in de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen, wordt er vaak per definitie van uitgegaan dat de functie mogelijk is op om het even welke locatie in het agrarisch gebied. Er komen immers heel wat van dergelijke activiteiten voor. En deze perceptie wordt bij de landbouwers nog versterkt. Dit door de gehanteerde tarieven in de erfbelasting. Een bedrijfswoning wordt hierin even zwaar belast als eender welke andere woning, waardoor die landbouwer of diens erfgename zich daardoor gelegitimeerd voelen om die woning dan als zonevreemde woning te verkopen of te gebruiken. Maar niets is minder waar. Ook functiewijzigingen zijn, net als de stedenbouwkundige vergunningen, stedenbouwkundige handelingen vergunningsplichtig. Ze kunnen dus ook geweigerd worden. Meer nog, functiewijzigingen kunnen niet geregulariseerd worden. Dit in tegenstelling tot de stedenbouwkundige vergunningen. Landbouwers, de vastgoedsector en burgers moeten hier nog beter over geïnformeerd worden. Het moet in ieder geval duidelijk zijn. Duidelijk voor welke gebouwen het noodzakelijk is om een functiewijziging aan te vragen. Bedrijfswoningen kunnen hierbij een aanknopingspunt zijn om die duidelijkheid te creëren. De aanwezigheid van een woning is voor het hergebruik vaak het meest interessante element op een landbouwbedrijf. Wanneer bedrijfswoningen in een register opgelijst zouden worden, is het meteen duidelijk dat er nog een functiewijziging moet aangevraagd worden. Dat vooraleer een zonevreemd gebruik kan. De vraag aan Vlaanderen is dan ook om die duidelijkheid te geven. Duidelijkheid over het verschil in statuut tussen bedrijfswoningen en andere woningen in het agrarisch gebied.
en de opmaak van zo'n register met bedrijfswoningen om dat verplicht te maken. Om zo'n vreemde mogelijkheden te beperken, zijn ook aanpassingen nodig. Aanpassingen aan het juridische kader. Zo moet de lijst met toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen aangepast worden en moet de Codex Ruimtelijke Ordening en ook de Codex Ruimtelijke Ordening. Noodzakelijke afwegingen zouden toegevoegd moeten worden in de wetgeving, zodat duidelijk wordt dat functiewijzigingen geen recht zijn, maar een gunst. Een gunst slechts te vergunnen na specifieke afwegingen en op locaties waar de activiteiten functioneel inpasbaar zijn, net in die landbouwomgeving. Een verordening kan het juridische kader verfijnen of gebieden aanduiden waar zonevreemde functiewijzigingen niet gewenst zijn. Op niveau van de vergunningen is het momenteel al mogelijk om aanvragen voor functiewijzigingen grondig en terughoudend te beoordelen of nog om voorwaarden op te leggen bij het verlenen van een vergunning. Vanuit de adviesbevoegdheid ligt hier een rol voor het departement Landbouw en Visserij. De provincie kan gemeenten hierin ook ondersteunen door de opmaak van een afwegingskader dat verschillende elementen aanreikt om vergunningen te beoordelen net in het kader van die goede ruimtelijke ordening. Handhaving tot slot is het sluitstuk van de goede ruimtelijke ordening, ook bij het beperken van zonevreemde activiteiten. Door handhaving op zonevreemde activiteiten in die open ruimte op te nemen als prioritaire actie in het handhavingsrapport, wordt een duidelijk signaal gegeven naar de burger. Handhaving in die open ruimte is echter verre van evident. Helemaal niet evident voor steden en gemeenten, waardoor dit beter intergemeentelijk of nog door een hoger beleidsniveau wordt uitgevoerd. Zonevreemde activiteiten kunnen ook financieel belast worden. En met dit doel zou bijvoorbeeld het kadastrale inkomen van zonevreemde woningen kunnen verhoogd worden. Dit instrument moet dan wel gezien worden als een sluitstuk. Om die zonevreemde activiteiten niet net te legitimeren en te erkennen door ze afzonderlijk te gaan belasten. Agrarische herontwikkeling kan gestimuleerd worden als landbouwers weten op welke sites er wel kansen zijn. Hoe minder beperkingen op een locatie, hoe breder de mogelijkheden voor agrarische herontwikkelingen en hoe groter de landbouwwaarde. Het landbouwkompas brengt al deze elementen in beeld. Het kan echter nog verder uitgewerkt worden op beleidsmatig niveau. Als we alle landbouwkompassen naast elkaar leggen, weten we welke bedrijfszetels een hoge landbouwwaarde hebben. Deze blijven dus beter behouden voor de landbouw. De vergunningsverlening kan hier dan ook op worden afgestemd, zodat er geen zonevreemde functies worden vergund op die sites. Een agrarische herontwikkeling vertoont veel gelijkenissen met een herontwikkeling van een bedrijventerrein. Er staan gebouwen, ze zijn duur in aankoop en om hier iets nieuws te realiseren is een degelijke begeleiding gewenst. Met een brownfield convenant wordt de herontwikkeling van een bedrijventerrein gestimuleerd om zo de open ruimte te vrijwaren. Er zijn ook financiële en administratief-juridische voordelen aan verbonden aan die convenant. Ook agrarische herontwikkelingen moeten financieel ondersteund worden. De vraag aan Vlaanderen is dan ook om de wetgeving rond brownfield-convenanten aan te passen, zodat ook agrarische bedrijven van de ondersteuning gebruik kunnen maken. Of om hiervoor een nieuwe wetgeving te schrijven, in functie van zogenaamde yellow fields. Deze benaming verwijst dan naar de gele kleur van de ligging van agrarische gebieden op het gewestplan. Agrarische herontwikkelingen zouden ondersteund kunnen worden vanuit de waarborgregeling binnen het Vlaams Landbouw Investeringsfonds, ook wel bekend als het VLIFT. Om ook in financiële stimuli te voorzien, zou een financieel fonds kunnen opgericht worden. Uit dit fonds kan de sloop van verouderde bedrijfsinfrastructuur dan worden betaald. Een andere mogelijkheid is dat de overheid vanuit dit fonds agrarische sites aankoopt met het oog op een agrarische herontwikkeling. Verder is er ook nood aan een begeleiding van landbouwers om te komen tot een succesvolle match tussen vraag en aanbod van landbouwinfrastructuur. Er zijn namelijk heel verschillende locaties en heel veel verschillende types landbouw. Elk type landbouw moet op een juiste locatie terechtkomen. Zo ontwikkelt een korte ketenbedrijf liefst nabij de kern omwille van de dynamiek. Een veeteeltbedrijf daarentegen ontwikkelt best op een locatie waar het minst hinder naar de omgeving wordt verwacht. Het zoeken naar een optimale locatie voor het starten of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten is dus echt maatwerk. Bedrijven waarvoor een overnemer uitblijft en waarin een zonevreemde functie ongewenst is, worden best integraal gesloopt.
Door de aanzienlijke meerkost van een agrarische herontwikkeling zal deze enkel aantrekkelijk worden wanneer greenfield-ontwikkelingen worden beperkt. Een greenfield is het oprichten van bedrijfsgebouwen in de open ruimte op locaties waar voorheen nog geen constructies aanwezig waren. Het is nodig om voorwaarden uit te werken die bepalen onder welke omstandigheden nog greenfields kunnen worden opgericht. Zo kan gevraagd worden aan de landbouwer welke functies, welke opties tot agrarische herontwikkeling hij heeft bekeken. Ook de overheid zou dan zicht moeten kunnen hebben op de landbouwsites die nog potentieel hebben voor dergelijke herontwikkelingen. Landbouw heeft blijvend nood aan nieuwbouw. En verouderde gebouwen worden best afgebroken. Om de toekomstige kosten voor de afbraak en ontharding te beperken, moet ook ingezet worden op onderzoek naar het omkeerbaar bouwen. Omkeerbaar bouwen maakt circulair materiaalgebruik mogelijk, wat ook weer kostenbesparend is. Hierin zitten nog heel wat uitdagingen, maar ook heel wat kansen. En dan ga ik het nog even hebben over de derde groep van het instrumententrio, en dat is sloop en ontharding. Sloop en ontharding zijn essentieel om de bebouwingsgraad van die open ruimte niet verder te laten toenemen en zelfs te laten dalen. Door voorwaarden op te nemen bij de vergunning is ontharding op een site mogelijk. Wanneer een functiewijziging aangevraagd en goedgekeurd wordt, kan opgelegd worden dat overtollige gebouwen gesloopt worden. Maar ook bij landbouw kan sloop van verouderde, leegstaande infrastructuur gevraagd worden voorafgaand aan de oprichting van nieuwe gebouwen. Financiële stimuli kunnen voorzien worden wanneer de vrijkomende landbouwgebouwen opgenomen zijn in het register van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte. Dat is nu niet altijd het geval. Zoals eerder vermeld, lijkt ook de oprichting van een financieel fonds noodzakelijk voor de integrale sloop van sites. Een soort van recupel bijdrage zou dat fonds dan kunnen spijzen. Dat is bijvoorbeeld een belasting die iedereen zal betalen wanneer hij bouwt. Middelen kunnen ook gehaald worden bij initiatieven voor de productie van hernieuwbare energie. Windmolens worden als constructies vaak opgericht in de landbouwruimte en zouden dus ook een bijdrage kunnen leveren aan de ontharding ervan. En waarom niet een deel van de financiële meerwaarde afromen die ontstaat door de site te verkopen voor niet-agrarisch hergebruik? Agrarische herontwikkeling is dus niet eenvoudig te realiseren en al zeker niet door een landbouwer alleen. Verschillende overheden en beleidsdomeinen kunnen hier hun steentje bijdragen. Landbouwers, Tuur van de Weijer en Stefanie van Hoven, die samen Tresemieke uitbaten in Reti, realiseerden een agrarische herontwikkeling. En ook groentenkweker Tuur van Geel van het Mosterdzaadje uit Mol staat aan het begin van een agrarische herontwikkeling. Beiden delen graag hun ervaring en hun bezorgdheden en daarna getuigt ook Gert Storms nog een keer over agrarische herontwikkelingen in hun gemeente. Ik ben Stefanie, dat is Tuur. We zijn hier 2015 met de stal begonnen. Wij hebben hier ondertussen een zorgboerderij, hoevenwinkel en we doen verjaardagsfeestjes. En momenteel hebben we ook 2 stagiairs lopen. We hebben in 2012 de site aangekocht en omdat het eigenlijk initieel gedachtegoed was dat wij een bed en breakfast gingen beginnen met ruimtetoerisme, hebben wij gezegd van oké, wij willen een oude hoeve kunnen kopen met daarbij een 2 hectare weiland. Nu intussen zijn de plannen zodanig geweest dat wij met een vleesveebedrijf zitten en hebben ook wel meer oppervlakte nodig, dus wij zijn ook elders landbouwgrond gaan zoeken om toch onze uitbreiding te kunnen doen. Het huis hebben wij gerenoveerd en we hebben de oude stalling, dus de oude bindstal met waar vroeger de koeien in zaten, die staat er nog als stockageruimte. Maar de oude schuur, die eigenlijk voor oorlogs was, die hebben we eigenlijk in tussentijd gesloopt. En die hebben we terug opnieuw gerecupereerd de materialen en die zitten nu in de nieuwe stal. En op die manier hebben we eigenlijk onze nieuwe moderne stal hier staan. We zitten in een landelijke omgeving, maar vroeger zaten er 8 boeren in de straat. Nu zijn wij de eerste boerderij nog in de straat. Voor de rest is dat eigenlijk hier heel veel weilanden en akkerlanden. Dus met de gekende Kempense akkerbouw. Gewassen, zoals de aardappelen en maïs. En hier is eigenlijk wel vrij veel grond bij ons in de straat in beschikking, maar we zitten maar 2 kilometer van de kerk van Reti. Dus we zitten vlakbij het centrum. En voor een verbredingsactiviteit is dat natuurlijk wel de unieke kans. Dus ik ben Tuur van Geel van Mosterdzaadje. Ik ben in 2016 begonnen met CSA zelfpluk en beperkt op pakketten. De nadruk ligt wel op zelfpluk.
Ze zijn begonnen achter bos en zijn sinds vorig jaar, dat is mal achter bos, zijn vorig jaar verhuisd naar Molmilligen, 3-4 kilometer verder. We zitten daar eigenlijk op de rand van de dorpskern, met een goede hectare die dat we in gebruik hebben daar. Het originele woonhuis ligt ja, nu achter de camera. Op een 15 hectare stond dat ongeveer. Toen dat mijn ouders die grond gekocht hebben, dat was ongeveer 10 hectare. Is een stalletje dat ernaast stond dat omgebouwd was tot woonhuis. Hebben zij toen meegekocht. Daar woon ik nu. Maar dan het origineel woonhuis is apart verkocht voor meer dan de 10 hectare. Daar zit 70 are grond bij aan. En eigenlijk is dat huis nu volledig gesloopt op de buitenmuren na. En de toekomstige buren hebben dat heel mooi gedaan, moet ik toegeven. Maar die gaan daar gewoon een pensioen doen. Hè. Die zitten daar fantastisch. Een bioboer langs vierkanten rond en rond. Rustig, stil. Zijn mensen uit Antwerpen. Ik kan die geen ongelijk geven. Maar ja, ik had geen miljoen op overschot om dat ding af te kopen en te verbouwen. En dan deze stukken waren daarvoor al verkocht. Dat gaat over een klein 2,5 hectare. Voor iemand die hier een stoeterij wou van maken. En dat is, ja, doordat dat dan mislukt is, is dat nu te koop gekomen. En heb ik behalve het woonhuis origineel eigenlijk, hebben wij de volledige boerderij zoals hier 20 jaar geleden of zo stond. In eigendom. Er is een eigenaar van dit stuk een paar maanden geleden naar mij gekomen van kijk, ik wil dat verkopen, want die wou hier ook een paardenstoeterij maken. Die had hier gigantische plannen mee en toen heeft Landbouw en Visserij gelukkig wel gezegd van je gaat daar gingen twee wooneenheden komen. Die stal dat werd volledig doorgetrokken, kei ver naar achter. En verhoogd. Ik heb die plannen dat hij ingediend had gezien, maar dat is gelukkig afgekeurd. Nog eens afgekeurd, nog eens in beroep, weer afgekeurd. Uiteindelijk heeft hij het opgegeven en verkocht. Het is eigenlijk een asbeststortakkoop in de vorm van een gebouw. En dan hopen dat ik de vergunningen rondkrijg om één het asbeststort op te mogen ruimen. Tegen ik weet niet hoeveel euro's, maar dat gaat in de 10.000 euro's lopen waarschijnlijk. En dan moet ik nog eigenlijk van nul een nieuw gebouw gaan zetten. Op een plek waar dat ik ja, dan hopelijk een gebouw mag zetten. Dan is het ja, ofwel het gemakkelijker maken om in landbouwgebied nieuw te bouwen. Ofwel iemand die iets koopt als boer daar ook in steunen. Want ik betaal hier wel voor een bouwgrond. Ja. Dat is gewoon zo. Ik heb die grond, als ik dat als landbouwgrond bekijk, los van alle kosten om het bouw klaar te leggen, aan ik denk 12 euro de vierkante meter betaald. Terwijl mijn ouders hier aan de overkant voor iets meer dan 3 euro de vierkante meter gekocht hebben. Dat is puur omdat hier gebouwen staan. Dus ik heb gebouwen die ik eerst moet afbreken en dan iets nieuw moet bouwen. En die een meerkost, dat zou ook al verminderen op het moment dat een overheid zegt, wordt het niet door landbouwers gekocht, dan moet het afgebroken worden. Waardoor het voor een eigenaar die dat zo'n gebouw heeft en dat stopt met boeren of geen boeren meer is, niet interessant is om het aan iemand met paarden te verkopen, want je moet het toch afbreken. In de gemeente Castenis zien we heel weinig agrarische herontwikkelingen. Ik moet zeggen, in de praktijk gaat bijna alles over naar zonnevreemd gebruik. Dus we krijgen enorm veel aanvragen om functiewijzigingen naar zonnevreemd gebruik goed te keuren. Ja, dat is de realiteit waar we vandaag ook mee te maken hebben. En dat is ook de problematiek die we al geschetst hebben. Nu, bij dat wijzigen naar zonnevreemd gebruik proberen we toch ervoor te zorgen dat we toch terug een stuk open ruimte creëren. In die zin dat alle overbodige bijgebouwen, dat we daarop leggen dat die gesloopt worden, dat we daar niet meer stallen bijhouden of behouden dan er nodig zijn voor het zonnevreemde gebruik. Ja, om die reorganisatie of die herontwikkeling te realiseren zijn er eigenlijk twee belangrijke hefbomen. En dat is één kostprijs, financiering en ten tweede vergunningenbeleid. Op de twee vlakken kan er op verschillende overheden iets gebeuren. Alleen is het voor een gemeente niet zo evident om het vergunningenbeleid, zeker aan wat betreft dat zonnevreemd wonen, aan te passen. Dan moeten we echt naar hogere overheden kijken. Wat betreft de financiering kunnen we werken met gemeentelijke financieringen, met gemeentelijke subsidies. Er is zoveel geld voor nodig dat we ook denk ik niet anders kunnen dan naar andere overheden kijken.